Precious Kids en welkom bij een nieuwe Precious Kids Online. Ik ben zo blij dat jij weer meedoet. Vergeet daarom niet om snel je Bijbel erbij te nemen en natuurlijk je schrift of je notitieboek of je prayerboek om alle belangrijke punten op te schrijven. En misschien sommige vragen die je hebt of dingen wat jij mooi vindt. Schrijf ze op en dan kunnen we straks om 1:30 samen tijdens de Digital Gathering via Jitsi kunnen we het dan daarover hebben. Voordat we verder gaan met deze geweldige thema, met een geweldig woord van God voor jou vandaag, gaan we samen bidden. Kom, Precious Kids, sluit je ogen, open je hart, bid in de tongentaal, in de taal van de geest, want Jezus hoort jouw gebed. Kom, laten we samen bidden. Vader, we danken u zo dat u zo goed bent voor ons, dat u trouw bent aan ons, zelfs wanneer wij niet trouw zijn aan u, Heer. Maar u blijft altijd trouw aan ons. En dank u wel dat u ons vandaag een nieuw woord wil geven. Dat u ons wil onderwijzen. Dat we weer nieuwe dingen over u mogen leren. En mogen leren hoe we steeds meer kunnen wandelen in wat u wilt van ons, Heer. Dank u wel. En willen ook vragen voor zegen. Voor onze pastors, Heer. Opa Victor en oma Fifi. In alles wat ze doen, Heer. Heer, als ze zoveel ook offers maken, Heer, voor uw koninkrijk. Vader, u zal voor hen zorgen. U zal een nieuwe salving geven, u zal een nieuwe blijdschap geven, Heer, om ons en heel FMC te blijven leiden op het pad dat u wilt dat wij gaan, Heer. Dank u wel. En Precious Kids, ik wil voor jou bidden als jij hier voor het eerst bent, als je voor het eerst meekijkt of je kent Jezus nog niet, hij houdt ook van jou. Jij bent kostbaar, jij bent bijzonder, jij bent speciaal en Jezus is ook voor jou gestorven. En als jij verlangt naar die liefde die alleen Jezus kan geven. Als jij verlangt naar die relatie met Hem, zeg dan mijn gebed na. Zeg, Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer, vergeef mijn zonde. Vader, ik wil een kind van U zijn. Ik wil eeuwig leven ontvangen. Ik geloof het, dat U mijn redder bent. In de naam van Jezus leggen we deze dag in Uw handen. Amen. Amen, Precious Kids. Dus voor deze maand december hebben we als thema The Promise of a Limitless Life. Dat hebben jullie natuurlijk al eerder gehoord. Maar dat betekent dat God belooft dat jij een onbegrensd leven mag hebben. Dat betekent een leven dat jij geweldige dingen in jouw leven en door jouw leven zal doen. Dat betekent dat God wil dat jij niet blijft staan, ook in jouw groei in de Heer, in je geestelijke groei. Maar God wil dat je vooruit gaat, dat je blijft groeien in Hem. Amen. Als je zegt amen, doe de amen dans. Woe! Oké, en nu gaan we het natuurlijk hebben over wat God wil voor jou deze week. En dat is dat God wil dat jij weet, dat jij beseft, dat God wil dat jij blijft groeien en blijft wandelen met Hem en door Hem. Maar de duivel wil jou vastzetten. De duivel wil jou gewoon ketenen. Hij wil je in de boeien slaan als het ware. Hij wil maken dat jij gaat stoppen. Hij wil maken dat jij niet doorgaat in wat God voor jouw leven heeft. De roeping die God heeft. Want ik geloof dat God een roeping heeft voor ieder van jullie Precious Kids. En ik begin dat ook steeds meer te zien. Elke week als we ook samenkomen bij de Digital Gathering. Hoe jullie zo erg aan het groeien zijn. Hoe jullie steeds meer gevoelig zijn en kunnen horen de stem van God. Of dat Hij dingen in jouw hart legt. En ik zie zo'n grote compassion, hè, bewogenheid voor de zielen. Dat jullie altijd willen bidden voor jullie vrienden. Ik ben zo blij om te zeggen, Precious Kids, dat elke dag steeds meer beginnen jullie op Jezus te lijken. En dat is ook wat de Heer wil. Maar de duivel wil jou tegenhouden. Vandaag gaan we kijken naar de dingen waar wij op moeten letten. Wat de duivel wil gebruiken om ons vast te maken, om ons te ketenen. En ik wil daarom Multimedia vragen om hierbovenin even een plaatje te zetten van handboeien of ketenen. Zodat jullie precies weten wat ik bedoel. Dat is het. En dat is wat de duivel wil. En wat hij gebruikt om ons vast te zetten, is ten eerste de zonde. Waarom denkt de duivel dat dit heel slim is om te doen? Omdat zonde altijd goed voelt. En zonde is heel verslavend, zeg maar. Als je het één keer doet, wil je het gewoon blijven doen. De dingen waarvan je weet dat eigenlijk het hart van God verdrietig maakt. Weet je, en de Bijbel is niet bedoeld om te zeggen van, oh, dit zijn regels, je mag dit niet, je mag dat niet. Maar de Bijbel is een handboek van het leven. Het is een soort van een handleiding. Stel dat jij een nieuwe laptop koopt.
of jij kok, of jij krijgt een nieuwe telefoon van je ouders, dan zit er altijd een handboek of een handleiding bij. Dus je kan ook zelf dingen gewoon gaan proberen op je laptop of op je pc of op je mobiel. Maar als je de beste dingen, functies van dat ding eruit wil halen, dan is het het beste om eerst de handboek te lezen. Zo is het ook met het leven. Want God belooft jou een limitless life, een onbegrensd leven. En om te kunnen ervaren die onbegrensde leven, hebben we het handboek des levens nodig. En dat is de Bijbel. En los daarvan is het een liefdesbrief van God aan jou. Dus laten we het niet verkeerd begrijpen. Nou, dus ja, zonde is wat de duivel dus wil gebruiken om ons vast te zetten. Dus vandaag, als jij weet dat er bepaalde zonden zijn in jouw leven, misschien weet je al dat ze fout zijn en je wilt zo graag veranderen. God kijkt naar je hart. God kent naar je hart. God waardeert dat jij wil veranderen. Bijvoorbeeld liegen. Bijvoorbeeld schelden. Of slechte dingen kijken. Want je weet dat gewoon niet van de Heer is. Want alles wat goed is, komt van de Heer. Wat niet goed is, komt van de duivel. Dat weten jullie. En als je vandaag zegt, ja Heer, ik wil vooruit gaan in mijn leven. Ik wil zien ook dat mijn vrienden gered worden. En wat dan ook het is dat jij verlangt van de Heer, zeg dan, Heer, vergeef me voor mijn zonde. Zodat die boeien, dat je vast maakt al deze tijd, dat loskomt en dat jij vooruit kan gaan. Dat is de eerste. En de tweede, precious kids, is wat de duivel vaak wil gebruiken, is angst. Angst is niet van de Heer. Het is inderdaad normaal als wij bang worden op bepaalde momenten. Maar dan kunnen we kiezen om te zeggen, ik voel me angstig, maar ik kies om te vertrouwen op de Heer. En dan zal je merken, als jij dat zegt, ik vertrouw op de Heer, dat alle angst weg zal gaan. Dus elke keer als je angstig bent of je maakt je heel erg zorgen, kan je gewoon bidden. Waarom doen we dit? Omdat het woord van God de waarheid is. En het woord van God zegt in Psalm 37 vers 5, als het goed is, heb jij deze challenge ook uit je hoofd geleerd. En daar wordt gezegd van, als je heel je leven toevertrouwt aan de Heer, dan zal Hij in alle dingen voor jou zorgen. Dus het enige wat wij hoeven te doen is vertrouwen op Hem, voor alles wat je nodig hebt. Dus, ik hoop dat jij gezegend bent, ik hoop dat jij het kan begrijpen. En ik wil je daarom nogmaals uitnodigen om 14:30 naar onze Digital Gathering via Jitsi. En dan zullen we samen met alle andere Precious Kids van 7 tot 11 met elkaar sharen, steeds meer over de Heer leren en ook elkaar versterken en liefde geven. Ik zie jou graag om 14:30. Doei!